Goedemorgen, oftewel mooi. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Martin en ik neem u vandaag met op de boerderij. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag lekker aan het werk. We beginnen vandaag met het voeren van de kalveren en de pinken. De varens staan hier niet, maar goed, we gaan beginnen met de kalveren en de pinken voeren. Daarna zullen we wel zien wat we nog gaan doen. Misschien dat we nog op de dam aan het werk gaan bij het wei om de bosmaaien. Maar dat is net wat er moet gebeuren, wat belangrijke zaken, wat het belangrijkste is. We hebben van de week in de vorige vlog... had je kunnen zien dat we aan het uitspuiten waren. Nou, dat is helemaal gelukt. Althans, een grote gedeelte is het gelukt. Een klein gedeelte hebben we niet kunnen doen. Dat heeft te maken met de stroomtoevoer en de watertoevoer. De leiding was, de waterlijn was net wat te kort om het goed bij te komen. Bij me van, kijk gewoon de vlog. Abonneer ook in dit kanaal. Laat een reactie achter. Een duimpje omhoog. Goed zo. Voor de rest weet ik nog niet wat we gaan doen vandaag. Ik ga je gewoon weer meenemen op de boerderij en als ik in mijn vingers knip, dan zijn wij op de boerderij. En we zijn weer op de boerderij, dat is zeker. Ah, die schatjes staan hier weer keurig gebreid te wachten. En we gaan ze op de voeren en naar het voeren. Dan gaan we zien wat we gaan doen. Kijk, de rest staat allemaal buiten. De rest zit allemaal nog buiten op het land. En dan gaan wij staan de rest van de pinken. Zeg maar, goedemorgen. En daar heeft ze geen zin in. Oh ja. Ik ga koffie drinken en dan gaan we aan het werk. Tot zo. Oh.
Zo, we zijn toen aan pauze. Oh, we zijn toen aan pauze. We zijn ook bezig met het kuilgras neerleggen voor de koe. Kijk, ze zitten nog lekker te grazen. Dan ga ik zo meteen weer verder. Mijn collega die gaat ze de bos maaien. En dan ga ik gewoon verder met de kuilgras neerleggen. En dat wordt sowieso nog wel een paar keer geschoven worden. De trek is niet helemaal oké meer, dus we gaan het gewoon zien hoe het gaat blijven. Dus dat kan wel goed. We gaan een koffie drinken. We hebben nog pauze. Ik ga zo verder met kalf voeren neerleggen. Dan moeten we nog een beetje aanschuiven. Ja, we moeten een beetje aanschuiven. Kijk, achter bij de koetjes. Wij gaan aan het heren. En we gaan zo verder. Dan gewoon een beetje aanschuiven, een beetje verdelen met de vark. Een beetje verdelen. Weet je wel, verdelen. En ja, dan gaan we zo meteen we hebben nu een dichte bal neergelegd. En we gaan zo meteen, als we alles neergelegd hebben, gaan we een ronde bal pakken. En dan gaan we die ronde bal ook weer overheen leggen. En dan komt er weer een baltje uit. En dan komt er nog eentje. En dan is het klaar. Dus we hebben nu nog ongeveer 2 ronde balen. En nog 1 vierkante bal. Dus dat gaat de goede kant op komen. Dus we gaan zo verder. Gewoon eens een beetje aanschoven. Dus we zullen wel zien. We gaan even koffie drinken nog verder. Doei. Nou, we zijn nu bezig met het kuilgras verspreiden. De trekker heeft accu. Dus we moeten het maar hem een beetje fixen hoe we het eigenlijk gewoon het beste kunnen doen. Dus het slikt niet de pleuris, man. Zo, kraantje los. We kunnen nu even niet van voren filmen, want er zitten nog mensen, lopen allemaal mensen, dus dat doen we even niet. En hij doet het weer niet. Ja, dan gaan we hem weer even uitzetten. En we gaan weer aanzetten. En we gaan draaien. En hij neemt gelijk een mooi stapeltje mee. Of niet? Nee. Nou, dat gaan we zo neer. Camera aan hem draaien en dan kan je meekijken. Komt hier. De camera is gedraaid. Rustig kunnen aandraaien. We zijn al bij je aan het aanschuiven. We moeten nog 1 bal te doen. 2, kijk. Een ronde en een schuine bal, of een ronde en een vierkante bal. Dan is het gebeurd. Gaan we zo een flesje in opruimen. Dan schuiven we hem weer aan en dan hebben ze nog een beetje een hele genoegelijke kaartje weer doorbouwen erbij. Dus we gaan even verder, jongens. Zo, de koeien hebben nog wat tevreden.
ik ben ook klaar. En dat gaan we allemaal weer Pico Bello uit. Nou, ik ga soms maar eens even een hapje in, denk ik. En dan zien we wat de middag gaat brengen. Ik zwem met de pleuris, maar. Nou, ik ga een hapje in, zo. Tjo. Zo, we zijn ook klaar. We gaan een hapje in. Dus ik zal zeggen, jongens, het gerecht ligt mooi bij. We gaan nu een hapje in. Op een schaft. En dan gaan we zien wat we vanmiddag moeten doen, eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet. Nou, ik ga naar APA, jongens. Ik heb ook tuurlijk een plek. Tot straks. Tot straks, hè. Naar de heer. De etenstijd is voorbij. En ja, we gaan zo... We zijn nog even met voer bezig. Moet ik kijken of dat ik nog bepaalde plekken even eruit pak. Volgens mij heeft ze er wel van gegeten. Laat ik dat warm door te maken, maar mij heeft ze er wel wat van gegeten. Ja. Kijk hoe de best build is. Hij is klaar, hij is de zomer, dus hij heeft veel te doen en soms heb ik helemaal niks te doen. Dus nu ben ik klaar, dus ik kan op zich. Kijk, het gras ligt er lekker. De jongens gaan weer bas maken en ik ga weer hem. Ja, wat ga ik doen? Geen flow idee. Ik ga eens kijken hoe met die gat is. Wat ik van de week heb dichtgemaakt maandag. Maar misschien met die gat die ik dicht heb gemaakt. Oh, misschien dat ik daar nog mee verder kan. Dat ik wel iets illegaal kan krijgen. Ik zal eens kijken. Maar er ben een stuk, maar ben nog hoog. En dan kan ik misschien er nog wat even voor elkaar brengen. Ik ga de camera wat hem draaien. Komt ie, ja? Rond nu naar achteren toe. Mooie bulten. Ja. Ik denk dat ik straks nog even wat ga kuilen. Dat ik hier nog even wat ga binnen stampen. Dat is illegaal is. Vooral dat stuk, dat bultje daar. Kijk, koeien staan, of de pinken staan lekker buiten, dat kan je zien, alsjeblieft. Hoppatee. Zo. Dan gaan we even kijken of ik even verder kan egaliseren, dat het iets netter wordt. Nou, ik loop weer terug. En dan ga ik even kijken of ik kan egaliseren. Even de rest nog even een beetje mooier kan egaliseren. Dus, ja, dan is het even mooi pech. Dan kantel je maar een keer met de trekker en leert het zo gelijk af. Maar goed, als dat mij ligt, doe ik het wel even. Ja, ik ga hem terug en dan zien we zo meteen. Ja. Yo. Ja, we gaan nu de varkenshok instrooien met de biggetjes. Hier de zin, dan kom ik straks wel. En als ik die klok heb, dan kom ik vrijdag wel. Dan kan ik ook vrijdag wel hebben. Maar nu eventjes de varkenshok instrooien. En dan gaan we er niet bij naar binnen. We gaan gewoon vanuit de hok instrooien. Dus wat ik ga doen is, ik ga een stro pakken. Een bak stro. En een karretje. En dan beginnen met instrooien. Dus even kijken of de bak er ligt van de stro. Waar ik hem erop kan leggen. Ik ga ook even kijken of de stro al in de varkenshok ligt.
ik weet niet wie er elke keer naar binnen gaat, maar de deur zit weer los. Zo, jullie. Ja, de biggetjes liggen er lekker bij. Ik ga zo even kijken. Ik ga eens even kijken of er nog school in ligt. Nee. Dus ik ga even kijken voor de strookkar en dan ga ik beginnen met instrooien. Ik zie hem hier niet staan. Ah, ik zie hem wel staan. Ja, ik kom zo bij je terug. Yo, we zijn nu in een varkensstal. Achter mij is varkenmoedig met het biggetje. Die ligt lekker te slapen. Ja, dan moet wel weer opnieuw. Ingestrooid worden. Dan gaan we dat nu eventjes doen. We moeten alleen een beetje oppassen, we kunnen er niet in, want anders wordt moeder een beetje boos. Dus ja, we gaan beginnen. Ik zal de camera draaien en dan kan je meekijken. Nou, we hebben hier een busje stro. Nou, we moeten er eventjes in. Dat is erg smerig. Kijk, hier liggen dus deze lieve biggetjes. Ja, ga je even een dikke kop op gedaan? Ja, ja, leuk. Lekker biggetjes, mooie biggetjes, ja, lekker biggetjes wil ik zeggen, maar mooie biggetjes. Mijn moeder die gaat zelf al helpen met instrooien. Want wat daar ligt, lag is hier. Kijk, gaan we kijken of we het mee kunnen pakken. Kijk, waardoor leg, lag is hier. Kijk. Moeder zelf keurig mee. Hop, moeder zelf keurig mee. Ja, dat is goed hè, dat moeder ze dat doen. Nee, mijn moeder vroeger nooit hoor. Kijk. Kijk, of dat een beetje werkt. We kunnen er niet hebben, dat is te gevaarlijk. Ja, neem ze weer wat met. Nee, ja, ze neemt weer wat met. Ja, oh, dat gaat goed hè. Oh, ze helpt mooi mee in de strooi. Oh jongens, dat is dan maar mooi hè. Nou, dan gaan we naar de volgende. Kijken of ze er weer wordt. Oh, daar ligt een hele mug. Ja, mijn moeder zou al mee. Dat is het mooiste. En die biggetjes daar, zo lief. Ik zou het eigenlijk willen op even aannemen, maar dat kan er niet, mijn moeders. Ja, zelf keurig met. Ik heb dat varken aangeleerd, hè. Jezelf je bedje op, maar. Nou, hij doet het nog goed ook nog. Ja, naar de volgende stroop. Een beetje wat minder stroompijn. Kijk, wat. Nou, je hebt het gezien. Ik ga even verder. En dat is van meteen. Zo, we zijn klaar. We hebben net zojuist nog even op de landenwijs een paar paaltjes eruit trekken met de trekker. Dus ja, we gaan naar huis toe. Het is voorbij. Bedankt voor het kijken naar de vlag. Hopelijk zien we jullie de volgende keer weer. Vergeet niet te abonneren op het kanaal. En word ook, like ook onze. Like ook onze Facebookpagina. En dan komt het wel goed. Nou, tot de volgende keer. Ciao.